Anand Jagisser, directeur van Staatsolie, kondigde 4e Suriname Energy Oil and Gas Summit and Exhibition, SEOGS 2024, aan van 4 tot 7 juni 2024. Dit evenement brengt lokale en internationale spelers in de energie, olie- en gassector samen om samenwerking en lokale betrokkenheid te stimuleren. Staatsolie biedt trainingen aan lokale bedrijven en gereduceerde prijzen voor deelname. Verwachte voordelen zijn economische groei en meer banen, met speciale aandacht voor samenwerking op de Local Content Day. Jagisser benadrukt SEOGS 2024 als een platform voor groei en nodigt alle Surinaamse bedrijven en individuen uit om deel te nemen. Suriname heeft zijn nationale strategie voor biodiversiteit en actieplan geactualiseerd voor 2024 tot en met 2030, afgestemd op het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Dit plan, gepresenteerd tijdens de vergadering in Nairobi, bevat 4 strategische pijlers en 20 doelstellingen voor biodiversiteitsbehoud en duurzame ontwikkeling. Het wordt binnenkort aan de president van relevante belanghebbenden voorgelegd en daarna ter goedkeuring aan het verdrag in zaken biologische diversiteit voor de COP16 in oktober 2024. De bachelor- en masteropleiding psychologie van de ADECUS zijn in mei opnieuw geaccrediteerd voor 6 jaar. Dit gebeurde via een gecombineerde visitatie door het NOVA. De bacheloropleiding, gestart in 2010, biedt een basis in psychologische wetenschap. De masteropleiding, begonnen in 2017, biedt specialisaties zoals klinische en arbeidsorganisatiepsychologie. Beide programma's bereiden studenten voor op diverse carrières en verdere academische ontwikkelingen.